Ik zweer, of ik beloof, dat ik getrouw zal zijn aan de grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als wethouder naar eer en geweten zal vervullen. Mag ik als eerste horen van wethouder Van Mierlo. Zo waarlijk helpt mij God almachtig. Nou ja, het vergt natuurlijk wel wat van je. Nog even los van het verhaal dat het een job is dat zich niet beperkt tot 40 uur. Gaat het natuurlijk ook om inhoud. Nou, ik ben een dossiervreter, kan ik zeggen. En ben niet geheel nieuw in de politiek. Dus naast mijn raadslidmaatschap had ik vooral ook voor de brandweer. Een baan waarbij ik veel op het vlak van politiek, ministeries, beleid aan het werk was. En ja, dus die wereld die trekt mij aan. En jullie weten natuurlijk ook ongetwijfeld dat ik de afgelopen periode mij ook heb gekandideerd voor de Tweede Kamer. Dus ja, het politiek en het hele bestuurlijke gebeuren, dat zit in mijn bloed. En dat gaat waar het niet gaan kan. Het harde maathuis. Dat verklaar een beloving. Dus we kunnen met goede moed van start en lekker aan de slag in de functie als wethouder. En natuurlijk met de nodige opgaven waar Almelo voor staat en de kansen en de ambities die wij als nieuw college met elkaar hebben. En vindt u dat u in een goede ploeg terechtkomt? Jazeker. Als je kijkt naar mijn collega's, dan zie je een mix van ervaring en vernieuwing. Collega Van Mierlo heeft een jaar met mij, al 4 jaar, een raadsperiode met mij in de raad gezeten. Dus ik ken hem vanuit die kant. Alex Lange is wethouder van de ChristenUnie. Al 2 jaar wethouder van Financiën hier. Daarvoor wethouder uit in Assen. Dus een behoorlijke bestuurlijke ervaring die hij heeft. En dan hebben we Jan-Martin Verrees van de lokaal Almelo Samenfractie. Ja, en dat is ook een bestuurder. Eerst Haaksbergen, toen Lossen en dan komt hij gelukkig naar Almelo. Man met veel kennis en kunde. Dus als je kijkt naar het hele palet vanuit de wethoudersploeg, dan staat daar een mix van nieuw en jong. En wat oudere ervaren personen. Dus dat is helemaal, ik denk een goede mix voor de stad. Wethouder Van Rees. Dat verklaar en beloof. Nou, ik heb gesolliciteerd op de vacature van Las. En die hebben mij uitgenodigd. En we hebben een aantal gesprekken met elkaar gevoerd. En ze hebben besloten met mij in zee te gaan. Ja, ik heb de portefeuille volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, plattelandsontwikkeling, middenstand, binnenstad, kunst en cultuur, stadsbeheer en openbare ruimtes. Ik heb in Enschede 6 jaar in de raad gezeten. Ik ben partijvoorzitter geweest in Enschede. Ik heb 3 jaar ervaring als wethouder in de gemeente Haaksbergen en 4 jaar ervaring als wethouder in de gemeente Lossen. Nou ja, Lassen was op zoek naar een ervaren wethouder die hun kon helpen om het wethouderschap voor hun in te vullen. En ik denk dat ik met mijn kennis en ervaring dat heel goed zou kunnen. Dank u wel. Dan wil ik graag de eerste zijn om u te feliciteren. Dat doe ik heel erg graag. Papa was een roodblok.
Daar kwamen de voertuigen doorheen. Dit is de club met wie ik op uitzending ben geweest. Een keer een gekke foto. Dit hier was onze wachtpost. 24 uur per dag bemand, 7 dagen per week. Dit is een leegstaand huis. Hierachter staat een Servische roodblok. Ja, avonturen. Het is mijn ervaring wat ik meegemaakt heb in Joegoslavië tijdens mijn uitzendingen. Dus tijdens mijn missie. Mijn toehoorders bestond uit wat collega-veteranen, wat burgers van Almelo en een groep VEVA-studenten van het ROC van Twente. Ja, als ik met dezelfde groep zou gaan met wie ik toen heb gezeten, zou ik morgen direct op vliegtuig stappen. Ik zeg net al, ik denk niet dat mijn vrouw er blij mee is, maar ik zou het wel doen. We organiseren dit ook om veteranen te eren. En om stil te staan bij de grote offers die veteranen, en daar staan we lang niet vaak genoeg bij stil, die veteranen brengen in dienst van de vrijheid. Om stil te staan bij de moed en het plichtsbesef van veteranen. Het belangrijke werk dat zij hebben verricht in de afgelopen jaren en dat ze nog steeds doen, is iets waar we met elkaar in ons hele land, en zeker ook in onze stad, trots op mogen zijn en wat het ook verdient om onder de aandacht te worden gebracht. Het is een heel bijzonder evenement. Het is een heel groot evenement. Het is natuurlijk een van de grootste evenementen van Almelo. Maar wij zijn als Almelo's Ruitendagen horen we ook tot de grootste evenementen van Nederland. Afgelopen weekend hadden we meer dan 800 ponies binnen de deur. En daarmee horen we zelfs tot de grootste van Europa. Wat voor wedstrijden zijn er allemaal? Wij hebben in principe springen en dressuur. En we hadden dan afgelopen weekend hadden we ook een koetsentocht erbij. Hoe kostbaar is het organiseren van zo'n groot evenement? Nou, we praten hier over tonnen. Ja, echt, er gaat heel veel geld in om, maar ook heel veel energie. We zijn met een groep van 20 fanatieke medewerkers zijn we eigenlijk het hele jaar bezig om dit te organiseren. En tijdens de Ruitendagen hebben we zelfs meer dan 100 vrijwilligers op een dag. Dus het is echt, los van geld kost het ook heel veel tijd en energie. Wat wij hier doen is, de mensen komen hier binnen. Wij kijken waar ze staan, geven ze de juiste plek. En aan de hand van de plattegrond. En voor de rest voorzien we ze van hooistro, veiligheid voor de paarden. Mocht er wat mis zijn, eventueel een dierenarts of een hoefsmid. Met als ze van de wagen afkomen dat de ijs afgaat. Dus daar zijn we eigenlijk best wel druk mee. U heeft dit jaar iets speciaals gedaan, namelijk een speciale krant uitgeven. Ja, we hebben al jaren zoeken we natuurlijk naar nieuwe media en ook vormen om toch berichten de wereld in te krijgen. En we hebben de afgelopen jaren helaas ervaren dat kranten stukken van ons niet zo heel makkelijk opnemen of heel erg klein opnemen. En we wilden toch de Almeloze bevolking en ook de omgeving laten weten wat de Almeloze Ruitendagen nu eindelijk zijn. Dus we hebben besloten om andere reclameuitingen niet te doen en te kiezen voor een krant. Ja, de sfeer is gewoon heel bijzonder. Het is heel gezellig. Er zijn veel paardenliefhebbers. Dus ja, je kan lekker met elkaar kletsen over de paarden, maar ook gewoon over andere dingen. Het is lekker zitten hier in de nieuwe tent. Ik kan me hier echt de hele dag van maken. En wat vindt u van het feit dat Almelo al zoveel decennia deze Ruitendagen organiseert? Ja, dat vind ik wel bijzonder, want ik kom zelf dus uit het Westen en helaas, hiervoor ken ik het helemaal niet. En dat vind ik wel jammer, want als ik dit geweten had, dan had ik hier op jongere leeftijd ook wel naartoe gewild. Dus ik vind het wel bijzonder dat Almelo zo'n groot concours huisvest. Het is gewoon een mooi evenement, het is gewoon uniek en wat gewoon heel erg mooi is, van de meeste mensen komen altijd elk jaar weer. Dus het is een beetje de trots, de grootste familie van Nederland, vind ik altijd. Doordat Arjen Maathuis voor de VVD wethouder is geworden, kwam er een plek vrij in de gemeenteraad. Een oude bekende kwam terug op de plek. Willem Loupatti. Vorige raadsperiode ging hij van de Partij van de Arbeid naar de VVD. En met de laatste verkiezingen werd hij op voorkeurstemmen gepasseerd. Maar hij is terug. Hoe bevalt dat? Ja, heel erg goed. We hebben natuurlijk al wat voorbereidingen gehad, natuurlijk, omdat we wisten dat een coalitieakkoord kwam. En dat we ook een wethouder zouden gaan leveren. En ik heb er heel erg veel zin in. Ik ben er weer klaar voor. 3 maandjes vrij gehad en nu ben ik er weer klaar voor. Ik dacht eerst van, er komt er bijna zeker in. Maar toen gingen er een paar met voorkeurstemmen u voorbij. Nee hoor, ik stond op 6 stond ik en er ging er eentje voorbij met voorkeurstemmen. Ja, en dat is zo. Hè. De leden hebben hem op een plek gezet
De kiezer heeft gekozen en uiteindelijk betekent het nu dat ik 3 maanden later in de raad kom. En dat is mooi. Goed, gefeliciteerd en succes. Hartstikke bedankt. Hier het oude stadhuis. Het was het laatste ontwerp van architect J.J.P. Oud. De opening was in 1973 en het was tot 2015 het huis van de gemeente. Koperen vogels op de noordkant van het pand symboliseren de hoge vlucht van Almelo. Binnenkort starten de werkzaamheden om in dit gebouw 85 appartementen te maken. Een van de grootste transformatieprojecten in Nederland. De nieuwe investeerders werden voor €125.000 eigenaar van het oude stadhuis. Ze draaien wel op voor de saneringskosten van een omvangrijke asbestverontreiniging, geraamd op 7 ton. De herontwikkeling vergt een investering tussen de 15 en 20 miljoen euro. Het is geweldig dat het monumentale pand behouden blijft. De ontwikkelcombinatie wil in 2019 met de ombouw beginnen.